Nederland moet dringend meer geld uittrekken voor defensie. Dat zegt de NAVO. Maar waar moet dat geld vandaan komen? En waarom gaat het CDA tegen de nieuwe donorwet stemmen? Dit is Uitgelicht. Goedenavond. Het CDA had gisteravond de beslissende stem in het debat over orgaandonatie. Bij ons in de studio CDA-Kamerlid Jacco Geurts. Meneer Geurts, hartelijk welkom. Goedemiddag. We gaan vandaag eventjes drie onderwerpen doornemen. We beginnen even bij die donorwet, het debat wat daar gisteren over was. Ja, het CDA had een beslissende stem over dat actieve donorregistratie. Dat mensen automatisch geregistreerd zouden zijn. Jullie gaan daar binnenkort tegenstemmen. Waarom hebben jullie dat besloten? Nou, wij hebben heel zorgvuldig naar deze wet die D66 voorstelt gekeken. In deze wet, als je een aantal keren word je dan benaderd, zou je benaderd kunnen worden, wil je donor worden. En als je dan niet reageert, ben je automatisch donor. En daar hebben wij wel wat moeite mee in de uitvoering. Dat kan betekenen dat als je brieven niet ziet of niet op reageert, omdat je dat niet kunt door wils onbekwaamheid of iets anders, dat je dan één keer geregistreerd staat als donor. Dat vinden wij wel heel ver gaan in relatie tot het zelfbeschikkingsrecht wat je hebt over je eigen organen. Ja, maar is er dan niet een passage in te voegen voor bijvoorbeeld de wils onbekwame die dan zeggen van nou dan proberen we die te ontzien, maar de rest die doet wel gewoon mee? Nou, kijk, je gaat niet over één nacht ijs bij zo'n wetsbehandeling. Een schriftelijke behandeling waar we ook deze argumenten, deze vragen hebben neergelegd. Niet afdoende antwoord op gekregen. We hebben dat ook in het plenaire debat ingebracht, mondeling. Om te zeggen van, hier hebben wij ernstige twijfels over. Hoe gaat u daarmee om? Kregen we onduidelijke antwoorden over. Dan krijg je een zwakke wet in de uitvoering. En daar maakten wij ons verschrikkelijk zorgen over. Dat mensen niet meer konden beslissen of ze wel of geen donor zouden kunnen zijn. Daarnaast, stel dat die wet in zou gaan, komt dat ook in een systeem waar nu mensen staan die echt expliciet hebben gezegd, ik wil donor zijn. Ja, ik wil donor zijn. Ja, daar maken wij ons zorgen over. Natuurlijk, het is een zeer emotioneel onderwerp. Want alles wordt op een hoop gegooid. Dus de mensen die dus heel bewust kiezen, ja. En de mensen die dus laks zijn of wils onbekwaam zijn, die ook een ja, dat wordt op één hoop. Dat is niet meer onderscheid. Nee, er was geen onderscheid meer in. Het is natuurlijk een zeer emotioneel onderwerp. Mensen die lang op een lijst staan en graag een donor zouden willen hebben voor het orgaan wat bij hun geplaatst zou moeten worden. Die mensen die zijn er zeer emotioneel bij betrokken. Ik heb het zelf in mijn eigen omgeving omgezien. Wijlen, mijn vader heeft jaren op een lijst gestaan, helaas geen orgaan kunnen krijgen. Dus het gaat wel ergens over. Maar het gaat ook over of mensen bewust of onbewust dit doen. Ja, dan vinden wij dat er heel goed naar gekeken moet worden. Maar voor iemand die dan zit te wachten op een orgaan, is een ja toch een ja, is een orgaan toch een orgaan. En dat kan zijn of haar leven redden. Dus dan zou je toch zeggen, dat maakt dan toch niet zo heel veel uit wat voor ja dat is. Ik snap dat hè, vanuit iemand die een orgaan nodig heeft, dat zo gevoeld kan worden. Maar we hebben natuurlijk wel af te wegen of het ook goed gebeurt, of die wet ook goed in de werking is. Daarnaast vinden wij ook dat er nog meer gedaan kan worden aan innovaties, maar ook in het onderwijs. Als je nu 18 wordt, kun je daar een beslissing over nemen. We vinden ook dat ouders daar met hun kinderen over zouden moeten hebben om dan wel bewuste keuze in te kunnen maken. Maar ook in het onderwijs zou dat een onderdeel kunnen zijn. Maar ook in de innovaties in de ziekenhuis, de organen die beschikbaar komen, die nu afgekeurd worden, om daar toch een herstelwerkzaamheid aan te verrichten. Dat kan, hè, die techniek schrijdt voort. En dat vinden we ook belangrijk om dat te doen. En we vragen ons echt af, ook op basis van rapporten en ook op het advies wat het kabinet heeft gegeven, of deze wet er wel toe leidt dat er meer donoren komen. En dan krijg je een samenstel van een aantal dingen. Het zelfbeschikkingsrecht van mensen, innovaties, onderwijs. Nou, die samenstel heeft ons toegebracht om individueel, unaniem nee te zeggen. Ja, maar op het moment dus dat je zegt van het ook niet eens bewezen of er extra donoren bijkomen, dan zou het toch ook een nutteloze wet zijn. Dus waarom zou D66 dat dan voorstellen? Kijk, D66 is al geruime tijd hiermee bezig, maar ook andere partijen. En zijn met deze wet gekomen. En wij zien daar gewoon problemen in de uitvoering komen. Hebben wij ook aangegeven, heb ik net ook een aantal elementen van aangegeven. En zeggen, ja, dan moet je een afweging maken. En dan zeggen we nee, innovaties,
mensen erop wijzen dat ze wel of niet donor kunnen zijn, volop daarmee doorgaan. Maar ik begrijp heel goed voor mensen die een donor nodig hebben, dat dit toch wel pijn doet. Ja, hoe zouden we dan wel meer donoren kunnen krijgen? Want het probleem is er. Het heeft ook met bewustwording te maken. Ja, dat is dat onderwijs waar u het net ook al over had. Zeker. Mensen moeten er ook mee geconfronteerd worden. Bijvoorbeeld als je je rijbewijs gaat halen of je paspoort bij de gemeente, zou je ook zo'n donorformulier overhandig kunnen krijgen. Wij gaan daar als fractie verder over nadenken hoe wij toch dat kunnen bevorderen. En mijn collega heeft gisteravond ook in de Kamer daar een motie over ingediend rondom innovaties, geld beschikbaar zien te krijgen vanuit de Rijksoverheid om dat te doen. Ja, er lijkt nu geen meerderheid te zijn. D66 hoopt nog op een paar dissidenten bij de VVD en misschien ook bij het CDA. Is daar kans toe? Nou, bij de VVD weet ik het niet. Bij CDA weet ik het wel. We hebben er individueel een aantal keren met elkaar over gesproken. En we hebben individueel stuk voor stuk besloten om tegen deze wet te stemmen. Daardoor individueel, unaniem is de CDA-fractie tegen. Dus dat zal niet gaan gebeuren? Nee, die hoop mag D66 niet hebben. Dan een ander onderwerp, defensie. Totaal wat anders. Daar wordt bezuinigd, of het is lang bezuinigd. Daar wordt momenteel weer in geïnvesteerd. De krijgsmacht lijkt nu dat het gevaar wordt voor, moet ik het even goed zeggen, voor de verdediging van ons land. Maar ook dat de missies in gevaar komen. Hoe kan dat? Kijk, we komen natuurlijk uit een periode waar het relatief veilig was in de wereld. Relatief Oost-West verhoudingen. We hadden geen islamitische staat die dingen probeerde. Dat hebben we in een hele korte tijd, de afgelopen 2-3 jaar, is de islamitische staat opgekomen. De veiligheid rondom onze Europese grenzen is in het geding. En dan vindt het CDA, wij moeten veel meer investeren. En dat gaat echt om miljarden in defensie. Want op dit moment kunnen onze mensen wel de missies nog doen. Maar oefeningen, munitie is bijvoorbeeld gewoon op. Ja, dan moet pang-pang geroepen worden. Dat is een tijdje geleden in het nieuws ook door de militairen bij oefeningen. Ja, maar dat kan niet zo zijn. Hè. De militaire missies die moeten gewoon voldoende voorraad, voldoende middelen hebben om hun werk kunnen doen. Wij als samenleving sturen we mensen een oorlogsgebied in. Dan kan het niet zo zijn dat er geen geld beschikbaar is om hun werk goed te doen. Ja. Nou, daarom zegt het CDA, extra investeren volop. Extra investeren. NAVO-secretaris Stoltenberg was gisteren in Nederland. Heeft ook met premier Rutte gepraat. En die heeft ook gezegd, er moet meer geïnvesteerd worden. En we moeten ons aan die NAVO-norm van 2% van ons bruto nationaal product halen. We zitten nu op iets meer dan 1%. Er moet nog 7 miljard bij. Is het CDA daarvoor om die 7 miljard daar volledig in te pompen? Je springt natuurlijk niet in één keer van de kelder naar de zolder. Dus er moet geld bij. Dat hebben we bij de laatste begrotingen ook steeds aangegeven. Ook met voorstellen gekomen. En natuurlijk binnen het NAVO, het bondgenootschap. Na de Tweede Wereldoorlog heeft dat ons veel vrede en veiligheid geboden om met elkaar dingen te doen. En dat moet zeker in geïnvesteerd blijven worden. Ik maak me ook wel zorgen dat de Amerikanen, ook in de presidentsverkiezingen, een onderdeel daarvan is. Dat ze zeggen, ja, we trekken ons wel terug in Europa. Dus dat betekent nog Trump meer. Trump heeft dat onder andere al geroepen, hè? Ja, dus dat betekent nog meer dat wij als Europese landen binnen dat NAVO-bondsgenootschap het uiterste inspanning moeten plegen. Kijk, investeren in defensie is niet om een oorlog te voeren. Nee, is het om een oorlog te voorkomen. Daarom investeer je in defensie, wat ons betreft als CDA. Ja, toch zijn ook die bezuinigingen, ook onder CDA-kabinetten de afgelopen jaren doorgevoerd. Hebben jullie daar dan nu spijt van? Nou, die opmerking hoor ik vaker, met name ook vanuit de SGP. Die is er goed in om dat een aantal keren te roepen. Kijk, als hun meedoen in een coalitie, in een gedoogconstructie, verhogen ze ook de lasten voor de land- en tuinbouw. Kijk, natuurlijk is dat gebeurd, maar dan gaf ik net al iets aan. Het CDA heeft wel bezuinigd, maar dat was in de tijd dat de Oost-West-verhoudingen rustig waren. Wij geen islamitische staat rondom Europa hadden. Geen dreigingen hadden. Nou, die dreigingen zijn in de wereld fors toegenomen. Je ziet een vluchtelingenstroom op gang komen, of die is op gang gekomen. Zie je nu weer op dit moment nog extra. Dus er moet geïnvesteerd worden in defensie. Ja. Dat was ook wat NAVO-generaal Stoltenberg zei. Er moet geïnvesteerd worden, ook nu er weer meer dreiging is. Weer een ander onderwerp. Het is een puinhoop bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Kunt u eerst eens uitleggen, wat is de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit? Wat doen zij? Nou, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit die doet steekproeven bij bedrijven die voedsel produceren. Maar doen ook bijvoorbeeld alle containers die in Nederland binnenkomen met voedselproducten. Maar ook met kinderstoelen, bijvoorbeeld uit China. Daar doen ze steekproeven op om te kijken of die veilig zijn.
Dat, we zijn een handelsnatie, er gaat veel Nederland in, ook veel Nederland uit. En daar probeert de NVWA een bijdrage aan te leveren. Ja, dus het is voor onze veiligheid, maar ook voor de veiligheid van onze producten die dus naar het buitenland gaan. Zeker, daar probeert de NVWA goed werk te verrichten. Daar hebben ze geld voor nodig. Wat we nu op dit moment zien is dat onze voedselveiligheid absoluut niet in het geding is. Je kunt dus niet bang voor te zijn. Je kunt echt je bruine boterham met kaas in Nederland gewoon eten. Er is echt helemaal niks aan de hand. Alleen wat we wel zien is dat het huidige kabinet de tarieven voor het bedrijfsleven steeds verder verhoogt. En dat brengt onze exportpositie in gevaar, omdat andere Europese landen heel veel uit hun eigen middelen betalen vanuit de belastinginkomsten. Ja, dus op het moment dat dus een product van jou gekeurd moet worden, moet je daar zelf een bijdrage aan leveren, een financiële bijdrage aan leveren. Ja. En die wordt telkens verhoogd. Ja, bijvoorbeeld als je vis exporteert. Dan moet daar een certificaat bij, waar de vis vandaan komt, wat ermee gebeurd is. Die doet de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. En daar rekenen ze een bedrag voor. En dat wordt steeds hoger. En wat gebeurt dan? In Nederland wordt die vis geproduceerd, er komt dan land, wordt verwerkt. Die wordt dan bijvoorbeeld naar België gebracht, naar de Antwerpse haven, waar dat goedkoper is. Nou, en daardoor lopen wij ook werkgelegenheid in de Rotterdamse haven mis. Een ander voorbeeld is, als je varkens wil exporteren naar Duitsland, komt er een dierenarts bij van de NVWA op het moment dat je die varkens laat. Nou, daar vraagt hij €250 per uur voor. Nou, dat zijn toch forse tarieven. Ja, een pijnhoop. Toch is in december 2013 is een verbeteringsplan al ingezet. Wat zijn daar de resultaten van? Nou, het kabinet doet zijn best. Heeft ook gezegd van we gaan efficiënter om met de middelen die we hebben. Nou, daar zien we nog niet zo heel veel van. Er moet veel geïnvesteerd worden in de computersystemen, in de ICT. En daar zien we op dit moment ook nog niet genoeg verbetering in. Er zijn nog computersystemen, ja, zo'n beetje uit het tijdperk van de 70, 80 jaren, bij wijze van spreken. Heel oud, die niet meer functioneren. En dat is toch wel een hele ernstige zaak. Ja, dat moet verbeterd worden. Maar hoe moeten we dat verbeterd worden? Want u geeft dit nu aan, maar dan komt er weer een nieuw onderzoeksplan, een nieuw onderzoeksrapport. En dan zijn we over een paar jaar weer terug bij af. Natuurlijk, er zouden rapporten gemaakt kunnen worden. Heeft niet onze. Daar zijn we niet van als CDA. Er zijn genoeg rapporten gemaakt. Waar het nu om gaat is dat ook die mentaliteitsverandering, ook klantvriendelijkheid naar bedrijfsleven. En het kabinet zou echt kunnen kijken van welke taken zouden we bij het bedrijfsleven kunnen laten. Want over het algemeen kunnen die dat efficiënter en goedkoper. Ja, wat voor taken zouden dat dan kunnen zijn? Want ja, een slager die zijn eigen vlees keurt, dat kan natuurlijk niet. Nou, op zichzelf is elke slager verantwoordelijk voor het product wat hij levert. Dus hij keurt al zijn vlees. En dat je daar steekproefgewijs op basis van risicoprofiel naar kijkt, is goed. Maar wat de NVWA op dit moment ook doet, is elke netsenhouder in Nederland zo ongeveer 2 keer per jaar controleren. Nou, is daar een risicoprofiel? Nee. Maar dat is een stukje symboolpolitiek. Ja, maar dat gebeurt dus wel in de praktijk. En die dierenarts die je daarop inzet, zou je ook op een andere plek kunnen neerzetten. Dat is ongelooflijk belangrijk voor onze export. En daar leven wij in Nederland ook grotendeels van. Ja, dat moet er dus gaan gebeuren. Als we kijken naar de concurrentiepositie, u zei het net al. Want het is gewoon het risico dat we gewoon ook belastinggeld dus mis gaan lopen, doordat allemaal export dus naar andere landen gaat. Naar België, naar Duitsland of wat dan ook. De eerste voorbeelden heb ik daarvan. Chinezen die naar Europa exporteren, niet meer naar de Rotterdamse haven gaan. Die zeggen dat gaat hier te traag, het kost ons te veel. Ja. We gaan bijvoorbeeld naar Antwerpen of we gaan naar Bremen in Duitsland. Nou, dus je loopt werkgelegenheid kwijt en je loopt belastinginkomsten kwijt. Dus het is 2 keer verkeerd. Nou, wanneer moet het weer gezond zijn bij het NVWA? We hebben van de week een debat gehad met de staatssecretaris. Hij wekt de indruk dat hij er volop mee bezig is. En heeft gezegd dat hij in de loop van 2016... in het najaar weer terugkomt naar de Kamer met zijn nieuwste bevindingen. Dan gaan we dat horen. Heel erg bedankt voor uw komst naar de studio. U heel erg bedankt voor het kijken. Dit was Uitgelicht voor vandaag. Volgende week maandag zijn we er weer. Fijn weekend.